internationale druk op Israël neemt toe. De EU en de VS spreken zich hard uit over een inval in Rafah in het zuiden van Gaza. Ik heb het daar zo over met Robert Serri, oud-diplomaat en vredesonderhandelaar. Hartelijk welkom. Meneer Serri, ja, natuurlijk eerst over de aanslag in Rusland. U was de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, vlak na de onafhankelijkheid toen. Nu hebben we het over 133 doden, meer dan 150 gewonden. Moskou wijst naar Oekraïne, we hadden het er net ook al over. Zelensky ontkent bij hoog en laag. Is er enige waarschijnlijkheid in dit Oekraïnse scenario volgens u? Nee, dat denk ik helemaal niet. Wat weten we? We weten dat de Amerikanen al 2 weken geleden notabene Moskou hebben gewaarschuwd dat er een aanslag beraamd werd. Poetin heeft besloten om dat niet serieus te nemen. Niet op te handelen. Nee, hij heeft zelfs een paar dagen voor de aanslag in een ontmoeting met de FSB daar heel laatdunkend over gedaan. Dat ze niet in de val van het Westen zouden moeten trappen weer. Toen is die aanslag toch gebeurd. Mm-hmm. Heel duidelijk, die is vrij snel opgeëist ook door ISIS. ISIS in Afghanistan. Ofwel IS, ja. Ja, IS. Dus dat is wat we weten. En dat hij nu probeert... Hij is overigens... 18 uur heeft hij niets gezegd. Dus het is ook wel duidelijk dat Poetin wel verrast moet zijn geweest. Ja. Dat hij zich vernederd voelt ook, denk ik, door wat dit gebeurt. Vlak na de door hem geanceneerde verkiezingsoverwinning. Ja. Dus het is heel duidelijk dat hij nu probeert om natuurlijk een verband te leggen met de oorlog in Oekraïne. Dat de daders onderweg waren naar Oekraïne. Nogal raar om daar naartoe te gaan, want dan moeten ze dus door de Russische linies heen. Allemaal niet heel erg waarschijnlijk. Nee. Een heel interessante tweet hierover kwam van de buitenlandcorrespondent van The Economist. Mm-hmm. Die schreef, net als bij de Rijksdagbrand is de vraag niet wie de dader was, maar hoe het wordt gebruikt. Precies. Is dat de spijker op zijn kop? Absoluut. En ik kan u zeggen, samen met mijn vrouw heb ik vannacht niet veel geslapen. Want de hele nacht zijn er weer bombardementen geweest. Ook op Kiev, waar wij onze schoonfamilie hebben. Een Russische raket heeft een halve minuut in het Poolse luchtruim gehangen. Voordat hij dus omkeerde en naar Lviv is gevlogen. Het is vooral Lviv dat die keer vannacht getroffen is. Mm-hmm. Maar ook dat zie ik ook weer als een provocatie van Poetin, dat zo'n raket, dat is niet toevallig dat dat gebeurt. Ja. Even nog over ISIS of IS en de meest waarschijnlijke optie dat daar de daders vandaan komen. Mm-hmm. Wat kunt u daar nog meer over zeggen? Wat weten we daar precies over? Er zou sprake zijn van Tajiken. Tajiken, ja. Nou ja, dat zijn. Kijk, dit is dus een tak van IS die vooral actief is in Afghanistan, maar ook in Iran bijvoorbeeld, hebben ze aanslagen gepleegd. Ze zijn dus heel erg tegen de Russische acties. Ook denk even weer aan Syrië, wat er in Syrië is gebeurd. Het is dus niet de eerste. Het ligt ook Tajikistan daar in Centraal-Azië, ja, zagen we net even op de kaart. Ja. Ja. En verder is het natuurlijk zo dat er is een grote Tajikse minderheid in Moskou. In de tijd van de Sovjet-Unie was het natuurlijk allemaal één land. Dus dat die infiltratie mogelijk is geweest, acht ik zeer, zeer goed mogelijk. Ja. Maar alweer, dus Poetin heeft dit dus niet verwacht. Heeft besloten om de waarschuwingen dus niet serieus te nemen. En is eigenlijk vernederd vlak nadat hij dus zo'n verkiezingsoverwinning heeft geanceneerd. Wat dat uiteindelijk betekent in Rusland zelf. Ik begrijp dat in telegramkanalen nu alweer helemaal het beeld wordt gecreëerd. Dit is het werk weliswaar geweest van IS. Maar natuurlijk zitten de Oekraïners hierachter en is het allemaal geïnsceneerd waar? In Washington. Dus de vraag is inderdaad eigenlijk alleen maar hier, hoe wordt dit gebruikt? Precies. En hoe wordt dit geframed? Ja. Ik wil het met u hebben graag over die andere oorlog. Mm-hmm. Ruim 30.000 doden in Gaza. De gijzelaars die nog in handen zijn, de Israëlische gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas. Er is veel woede aan beide zijden. En u modereert een dialoog tussen Palestijnse en Israëlische experts. Dat doet u in Jeruzalem, dat doet u overigens al lang. Het lijkt me geen gemakkelijk gesprek op dit moment. Nee, maar het is misschien ook wel een klein beetje hoopvol dat deze groep in gesprek is gebleven. Ik ben hier inderdaad mee begonnen voor de oorlog. Mm-hmm. Dus ik wil best ook wel 2 namen noemen die heel belangrijk zijn aan Palestijnse en Israëlische kant. Dat is Yossi Beilin, notabene de architect van Oslo. En aan de andere kant Hiba Husseini van de hele bekende Al-Husseini-familie uit Jeruzalem.
En voor de oorlog wilden we het hebben over die twee-staten-oplossing. Of die nog wel mogelijk is. Mm-hmm. Daar hebben zij zelf ook een initiatief over. Zijn zij daarover begonnen. Sinds de oorlog hebben we daar ook andere experts bij betrokken uit Jordanië en ook Egypte. Maar we praten ook nu weer vooral over hoe het na de oorlog verder zou moeten gaan. Maar hoe praten die met elkaar? Dat is wel mooi om u te kunnen zeggen. Er is veel respect voor elkaar, voor de pijn die elkaar wordt aangedaan. Het is natuurlijk begonnen met dat vreselijke bloedbad van Hamas op 7 oktober. Daar wordt door de Palestijnse gesprekspartners. Dat wordt in ieder geval niet ontkend. Nee. En omgekeerd zijn de Israëlische gesprekspartners zich natuurlijk ook bewust hoeveel pijn er nu de Palestijnen wordt aangedaan. En dat gesprek gaat dus over hoe de oorlog er na Gaza uit moet zien. Ja. Het Israëlische leger staat terzelfde tijd nu op het punt om Rafah binnen te vallen. Ja, nou. Is een red line, zei president Biden. Ja. Is die rode lijn niet al lang overschreden? Nou, je zou kunnen zeggen dat als er al meer dan 30.000 slachtoffers zijn gevallen. Ik ben hierbij, ik herinner me in de uitzending geweest, een maand nader. Of een paar weken nadat het bloedbad was aangericht. Toen voorspelde ik al dat het misschien 10 of 20.000 zou worden. Het is nu al ver over de 30.000. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en onaanvaardbaar. Dus die rode lijn is overschreden? In feite wel. En dat zie je dus ook wel. Dat nu notabene de Amerikanen een ontwerpresolutie in stemming hebben gebracht. Gisteren of eergisteren in New York. In de Veiligheidsraad, In de Veiligheidsraad. En die werd geveto'd door de Russen. En wat dat betreft wil ik u graag ook wijzen op het verband tussen beide oorlogen hier. Tussen de oorlog in Oekraïne, en Gaza. En Gaza. Want? Want het is heel duidelijk dat het voor Rusland, voor Iran, dat zijn de twee landen, en Iran met de proxies natuurlijk, kan die oorlog in Gaza niet lang genoeg duren. Het is toch de perfecte bliksemafleider van die oorlog in Oekraïne. Bovendien is het ook zo dat voor ons de Global South ons ervan terecht verwijt, soms ook, van dat we met twee maten meten. Dat we dus die agressie van Rusland wel veroordelen, maar die in hun ogen dus de overmatige Israëlische reactie. Dat we die vergoelijken. Ja. Tegelijkertijd zie je nu ook dat vanuit de Verenigde Staten de kritiek heel luid wordt. Chuck Schumer, de leider van de Democraten, die zichzelf de hoogste Joodse bestuurder van de Verenigde Staten of iets dergelijks noemen, die zegt, dit kan zo niet langer. Er moet een leiderschapswisseling komen. Ja. Bij een bevriende natie. Ja. Dus. Ja, dat was wel ongekend dat hij dat zei. Maar het is misschien minder ongekend als ik dat ook zeg. Een regime change is echt nodig in Israël. Want wat je ziet op dit moment is dat Netanyahu serieuze Amerikaanse inspanningen dwarsboomt om een einde te maken aan deze oorlog. Maar niet op een wijze dat het weer een kalm voor kalm wordt. Dus eigenlijk helemaal geen staakt het vuur. Maar dat er een werkelijke wordt gewerkt aan een oplossing. Dat is nu nodig en dat kan nu alleen zonder Netanyahu. Ik vrees van wel. Dat is zo langzamerhand wel duidelijk aan het worden. Kijk, er is eigenlijk niemand die wil dat Hamas na deze oorlog de Gazastrook blijft besturen. Ja, als ik zeg niemand, behalve natuurlijk weer Iran. En ja, zeg ik ook, behalve Rusland. Dus dat is weer het verband waar ik op doelde. Ja, grotere verband. Ja. Het grotere verband. Maar dat is dus heel belangrijk. Als je dat wil, dan moet je de Palestijnse autoriteit op de een of andere manier terug kunnen brengen. Dan moet er weer één gezag kunnen komen. Nou, dat zijn allemaal dingen die Netanyahu niet wil. Want dan kom je vroeg of laat ook weer bij die twee-staten-oplossing terecht, die hij eigenlijk zijn leven lang kabinetsleden ook niet, hè? Nee, of althans een groot deel ervan. Ja. Laten we ook even, ik had met meneer Bontebal over Europa, laten we daar ook even naar kijken. En de rol van de EU. Israël moet Rafah niet binnenvallen, zei ook Rutte na de Europese top donderdagavond. Don't do it, zei hij. Want anders? Ja, wat eigenlijk? Dat zullen we gaan zien als ik vind zelf dat eigenlijk is het kabinet hier in Nederland ook al teruggefloten door de rechter. Wij leveren al geen reserveonderdelen meer voor die vliegtuigen, die F-35's. Ja. Maar als er dus toch zo'n Israëlische aanval zou komen op een,
op Rafa. Een stad waar dus... Een stad waar nu een miljoen mensen zijn samengedreven... notabene op last van de IDF zelf, van het Israëlische leger. Ja. Ja, dan zou je dus echt maatregelen moeten gaan nemen... en ervoor moeten zorgen dat Israël niet bewapend blijft worden. Maar maatregelen? Ik bedoel, ja. Is Europa überhaupt nog een machtsfactor in dit conflict? Kijk, het wat je ziet nu is dat Europa wel gelukkig zijn best doet... als het om Oekraïne gaat. Dat is nog steeds... Met het wegvallen van die Amerikaanse militaire steun... is dat ongelooflijk belangrijk Zeker, op dit moment. Ja. Maar als het om natuurlijk het Midden-Oosten gaat... dan hebben we geen feitelijk beleid. Want bijvoorbeeld Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland... veel te verdeeld. Die willen geen sancties tegen Israël. Uiteraard is wat we kunnen vaststellen... is dat dat besluit van Europa er pas kwam... toen die Amerikaanse resolutie in New York al op tafel lag. U leidt een dialoog, we hadden het erover, over de toekomst. Over die regio na deze oorlog. Bent u hoopvol dat die oorlog beëindigd kan worden? Nee, ook hier weer niet. Dat is ook misschien wel... Het wordt eigenlijk steeds dreigender om ons heen. Die oorlog in Oekraïne... Daarvan weet ik ook niet, notabene het gezaghebbende Amerikaanse instituut... het Institute for Study of War... voorspelt dat er wellicht een groot Russisch offensief kan komen deze zomer. Het ergste is eigenlijk bewaarheid aan het worden... wat ik dus niet had gehoopt. Het is dat er eigenlijk ook helemaal geen zicht meer is... op Amerikaanse militaire steun op dit moment. Dus hoe moet dat verder gaan in Oekraïne? Ik maak me daar echt grote zorgen over. En ook als het gaat om die oorlog in Gaza. Ik zie die ook doorgaan op een lager niveau. Tenzij de Amerikanen er toch in slagen om Netanyahu op andere gedachten te brengen. Ja. U als oud-diplomaat, als onderhandelaar in welke kwesties dan ook internationaal. Ik zie dat u zeer bezorgd bent. Ja, ik kan het niet anders zo zeggen. Het is op dit moment zo dat we er niet goed voor staan. Ik wil wel één ding zeggen. En dat was ook misschien uit het voorgaande gesprek met de heer Bontebal... over die oorlogseconomie. Wij hebben eigenlijk helemaal geen oorlogseconomie nodig... om de Russen op afstand te kunnen houden. Als we maar wat meer doen op het terrein van onze defensie. Als u de omvang van de Russische economie is... ongeveer net zo groot als die van de Benelux. Dus houd dat in de gaten. Als je dat in de gaten houdt, dan moeten we dit kunnen winnen. Maar op dit moment gaat het niet goed. Maar ze hebben wel wat meer kernwapens natuurlijk dan de Benelux. Zeker, maar dat moeten we ook weer niet te bang zijn... dat we ons daardoor laten intimideren. Gedachten bij de Europese verkiezingen misschien op 6 juni. Ja. Hartelijk dank, meneer Serri. Dank u. Bedankt voor het kijken. En vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook. Oh ja, had je dit al gehoord? Europa is niet allereerst een economisch project. Het is een project van waarde. En nu staat het op scherp. Wat willen wij met elkaar verdedigen? En waartoe zijn we met elkaar bereid?